Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 29 juni. Ik ben klaargemaakt. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Je ziet hier niet zo heel veel helaas. Het is donker omdat de boel dicht zit. Het is namelijk 28 graden buiten. En de zon is af en toe nog wel eventjes weg. Maar het is gewoon te warm om aan te zetten. Want ik weet eigenlijk niet hoeveel graden het nu binnen is. Het is hier nu 24,5 en dat hou ik graag zo. Dus daarom hou ik de boel nu eventjes dicht. Ik heb gisteravond voor hetzelfde geld gekeken. Het was een leuke aflevering. Ze gingen ook in een mooi huis proef wonen. Helaas, ze hadden een bod gedaan. Is dat niet geaccepteerd omdat iemand hoger had geboden. Dus ze hebben het huis niet kunnen kopen. Maar ja, wie weet een ander huis. Dat hoor je dan verder ook niet. Dus tenminste nu niet. Dus ja, dat was voor hun wel eventjes heel jammer. Daarna heb ik tenminste Houdbaar Tot gekeken. Dat was ook wel weer leuk. Ik vind het zelf wel een hele leuke serie, maar het moet je ding zijn. Ik heb de vlog afgemaakt. Ik heb mijn foto's bewerkt. Mijn laptop is alleen super traag. Die moet echt even opgeruimd worden. Dus dat is wel even iets wat gebeuren moet. Ik heb daarna Twee Zomers gekeken, wat ook wel weer erg interessant en spannend was. En daarna Flikken, dat was de laatste aflevering van seizoen 7. Dus ik ga nu naar seizoen 8. En die was ook wel heftig. Ik ga zo meteen eventjes mijn voeten veilen, want ik heb echt last van mijn eelt. Dus dat moet even geveld worden. Ik ga een was aanzetten en dan ga ik hier de woonkamer even doen. En daarna ga ik even bullet journalen. Dus ik ga jullie wel gewoon meenemen. Ik denk even in het schoonmaken dat ik dat eventjes ga doen. Dus dat is top. Ik heb de nieuwe vitaminepillen gebruikt. Dus ja, ik ben benieuwd wat die gaan doen, die van de Aldi. Ik heb er verder ook niet heel veel ervaring mee of zo daarin. Maar ik ben wel benieuwd wat dat gaat doen. Ja, ik ga eventjes mijn voeten veilen. Dan ga ik de was aan zetten en eventjes sop maken voor het schoonmaken. Even een muziekje aan en dan ga ik aan de gang. Dus ja, ik ga jullie meenemen. Lekker schoon huis weer. De voeten zijn weer glad voor zolang het glad blijft. Want ze gaan echt heel snel weer eelt krijgen. De was is klaar. Die kan ik de droger aanzetten. Ik heb wel even iets gebullet journaled, maar niet zo heel veel. Dus daar baalde ik een beetje van. Dus daar moet ik echt wel weer eventjes weer goed mee verder gaan. Dus ja, dat hoop ik wel eventjes verder weer af te maken. Ik had dus een lampje kapot en toen had ik een heel leuk een lampje naar beneden gehaald. Maar dat was dus niet het goede lampje, dus ik heb geen lampje meer. Wel gelijk het kapje helemaal schoongemaakt. Er zat ook wel wat stof achter, dus dat heb ik wel gedaan. Maar jammer dat ik dus geen vervangend lampje daarvoor heb, want er gaat een beetje een apart lampje in. Het is een beetje zo'n ja, lange werpige, omdat hij anders boven het lampenkapje uitsteekt. En nu weet ik het wel weer, maar hij heeft ook echt wel jaren gedaan. Zo moet ik eventjes een nieuw lampje verkopen als ik ergens kom waar ze een beetje betaalbare lampjes hebben. Maar ja, wel lekker dat alles weer schoon is. Zometeen ga ik even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten.
Vanavond kijk ik Het Perfecte Plaatje Argentinië. Maar ja, verder eigenlijk niet zo heel veel, want ik heb ook eigenlijk niks meer wat ik verder terug kan kijken. Ik ga eventjes de blog of de blogpost schrijven. Ik moet mijn vlog inplannen en daar moet nog even een thumbnail bij gemaakt worden. Verder ga ik verder weer kijken naar Twee Zomers. En dan heb ik dus Flikken seizoen 8. En ik wil even proberen de laptop iets te legen, zodat hij even weer wat sneller wordt. Hij moet ook geüpdate worden, maar daar had hij dus geen ruimte voor. Dus ik moet even kijken dat ik hem een beetje op kan ruimen. Dat hij ook in ieder geval ruimte heeft voor de update, want dat scheelt ook al wel weer heel veel. Ik ga jullie in ieder geval weer morgen zien, want ik ga verder niks meer doen. Maar ik wil nog even stilstaan hoe mooi deze nagellak blijft zitten. Ik heb mijn nagels gescrubt met zo'n... Die ik in de vorige vlog had laten zien. Zo'n scrub voor de nagels. En ik merk echt dat het goed doet voor je nagellak. Want het blijft echt super mooi zitten. Ik heb echt gewoon nog geen chips. Dus ik ben daar wel heel tevreden over. Dus ja, zeker een aanradertje wat dat betreft. De nagellak van de Action. Ja, deze kleur blijft wel heel goed zitten. De vorige kleur chipte wel meer. Maar ik heb het idee dat het te maken heeft met de scrub die ik gebruikt heb. Trouwens ook de nieuwe lipgloss op die ik ging testen. Maar... hij is minder roze dan ik dacht en er blijven nu wel haartjes op plakken. Dat had een beetje het nadeel van lipgloss. Maar goed, ik ga nu in ieder geval even wat doen. Ik heb trouwens het hemdje aan van de zeeman vandaag. En dan zie ik jullie morgen weer. Goedemiddag op deze donderdag. Het is 30 juni. Ik ben klaargemaakt. Het is weer een warme dag. Het is weliswaar iets minder warm als ze voorspeld hadden. Maar het is evengoed nog wel warm. Ik heb een van de nieuwe hemdjes ook weer aan van de zeeman. Dus... Maar ik wacht nog steeds op de regen en dat ziet er nog niet echt naar uit dat eraan gaat komen. Dus ik wacht nog even rustig af. Ik heb gisteravond Het Perfecte Plaatje gekeken, dat was erg leuk. Ik had zelf verwacht dat Jochem van Gelder eruit zou moeten. En niet omdat hij per definitie slecht was, maar omdat hij heeft al een keer zeg maar op het randje gestaan dat hij net aan door was. Ja, dat is dus het nadeel van lipgloss. Er zat een haartje in. Maar meer vanwege het feit dat voor mijn gevoel de anderen beter waren. Maar tot mijn verbazing mocht hij door en moest Tim ten beste eruit. Ze volgden weer de finale, maar het was wel heel tof. Ze moesten eerst een foto maken van een koppel die de tango deed. En daarna hadden ze een foto die... dat was heel tof. Dan namen ze een hele lange sluitertijd. En dan moesten ze de lichten uit. En dan moesten ze zeg maar met lichtbronnetjes moesten ze die persoon in beeld brengen. Dus je hebt zeg maar van die vingerlampjes die je om je vinger kan doen. Volgens mij zijn die heel populair ook bij kinderen. Want ik weet dat Action ze ook heeft. En dan kon je zeg maar om het hoofd van die persoon gaan. En dan kreeg je echt een heel bijzonder effect. Je kon ook van die lichtstaven gebruiken. Dat zijn van die... ja, die zijn van... waar zijn die precies van gemaakt? Een soort piepschuim lijkt het en er zit dan een lichtbron in. Maar dat effect was echt super tof. Dat was echt heel leuk. Ik heb daarna nog een klein stukje van Vlodder in Amerika gezien. Die werd uitgezonden op RTL 7. Vanavond heb je Vlodder 3. Ik kwam net op het moment binnen dat Kees weer eens achtervolgd werd door een paar mannen. En hij jumpte echt in die auto. Echt zo, je hoorde echt zo plok. En toen ging hij weer met eten gooien. Wat zonde was van het eten natuurlijk. Maar toen verbaasde me het eigenlijk, want in deze Vlodderfilms speelt Huub Stapel, dus Johnny Vlodder. En toen dacht ik van, hij leek in Vlodder altijd heel groot. En ik weet niet of het de combinatie is van die laarzen en misschien dat haar. Waarvan ik bij hem dus niet weet of het een pruik is. Bij de Johnny uit de serie weet ik dat het een pruik was. Maar bij hem weet ik het eigenlijk niet. Ik denk het eigenlijk wel, want ja, zou je haar willen blonderen voor een rol? Ja, sommigen gaan heel ver. Maar daar leek hij dus altijd heel groot. En als ik hem in Flikken Rotterdam zie, dan denk ik van eigenlijk ben je helemaal niet zo groot. Maar misschien kan hij inmiddels gekrompen zijn. Want hij is natuurlijk ouder geworden. En ze zeggen dat als je ouder wordt, je krimpt. Maar dat vond ik altijd wel heel grappig. Dus dat was wel eventjes leuk om nog weer eens eventjes te zien. Natuurlijk al heel oud, maar het maakt niet uit. Ik heb daarna de blogpost geschreven. Ik heb de thumbnail gemaakt voor de vlog. Die staat inmiddels ook online, dus dat is top. Ik moet zeggen, dat kattenbakspul, dat werkt goed. Want we hebben nu een paar warme dagen gehad. En normaal zou ik de kattenbak direct ruiken. En die ruik ik nu nog niet. Dus dat is top. En de katten gaan er goed op. Ik ga zo meteen een video opnemen. En daarna ga ik de bakje inrichten van de diamondsteentjes. En daar ga ik jullie dan bijzetten.
Ik heb trouwens gisteravond ook nog naar de Twee Zomers gekeken. Super spannend einde. Ik heb vanavond de laatste aflevering, maar het eindigde echt zo dat je denkt van oké, ik wil nu doorkijken, maar dat doe ik dan niet. En daarna had ik Flikken seizoen 8, aflevering 1. Het was wel een beetje treurig. En ik heb ook nog eventjes Fortnite gespeeld, maar dat ging niet zo goed. Ik ga nu even stofzuigen en dan ga ik de video voor jullie opnemen. En dan zet ik jullie erbij als we het bakje gaan inrichten voor de diamond steentjes. En uiteraard ga ik daar even diamond painten. Maar goed, eerst maar eventjes zorgen dat de video erop komt. Zo, ik heb even van alles gepakt voor het organiseren van dit bakje. Ik ga het er even uithalen. Maar ik heb dus nog van deze. Dus die ga ik eerst even opmaken. Dus daar ga ik het even opschrijven. Zo. We openen de bak. En ik heb ook een trechtertje. En dan ga ik met een trechtertje de steentjes erin doen. Dus hier gaan ze dus in. Dus ik ga eerst eventjes het opschrijven. En dan ga ik ze vullen. Dus kijken of het lukt. Al een stuk netter. Alle steentjes zitten erin. Ik heb hier wel heel veel dubbelen, maar het zit er nu allemaal in. Dus dat is top. Ik heb niet zo heel veel meer kunnen doen. Ik nam iets meer tijd in beslag dan gedacht. Dat is top. En dan ga ik hier eventjes nu nog de andere dingetjes in doen. Dit bakje en de pennetje. Ik zal het even laten zien. Het gaat dus heel makkelijk. Ik zie hier trouwens nog een verdwaald steentje. Maar hier doe je dan dus zeg maar dit bakje in, je pennetje, die kan dus apart, en je steekt hier je dingen in. En dan heb ik hier nog een steentje en dit is zo te zien, ja ik zie het al, dit kleurtje. Die kan er terug in en dan staat alles gewoon zo mooi bij elkaar. Je doet de box dicht en je steentjes zitten geordend. Dus helemaal goed. Zo, dat staat allemaal weer mooi terug. Ik heb wel een zere duim, want ik vond het lastig om die bakjes een beetje open te maken. Dus mijn duim moet wel een beetje zeer. Ze zaten best strak en dat moet natuurlijk ook, want je steentjes moeten niet overal heen lopen. Maar ik denk dat het wel aardig goed gelukt is. Mocht jij nou ook diamond painting doen en misschien nog een handigere tip hebben hoe je dit kunt doen. Ik heb het nu met een trechter gedaan. Ik weet niet of dit de juiste optie was, maar het leek mij het handigst. Want ik dacht, ja, met mijn vinger, dat wordt zo pieterpeuterig klein. Laat het zeker even weten.
gaat straks wel de nagellak eraf halen, want het zit nou niet zo heel mooi meer. Dus dan gaat het straks mooi af en dan kunnen mijn nagels weer even luchten. Dus dat is dan goed. Video opnemen ging ook best vlot, dus dat is allemaal gebeurd. Ik moet vanavond even nog de beelden van Nathalie's verjaardag naar haar toe mailen. Dat zou ik nog doen, dan was ik vanochtend vergeten, dus dat moet ik nog even doen. Maar in ieder geval, de steentjes zitten erin. Dan ga ik morgen wel eventjes diamond painting doen. Want ik heb er nu dus niet zo heel veel meer aan kunnen doen. Omdat het steentjes erin doen toch wat meer tijd in beslag nam. Maar dat zit er nu in ieder geval mooi in en dat is goed. Ik ga zo meteen even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten. Vanavond ga ik kijken naar Louise en Rowan in het Gooi en Hudson en Rex. Ik moet foto's bewerken. Ik probeer de laptop weer een beetje te legen. Sowieso de laatste aflevering van Twee Zomers. En ik ga verder met flikken, dus dat wordt het ook. En ik hoop straks even lekker de boel luchten als het wat afkoelt. Ik merk wel dat er meer wind komt, dus ik denk dat het wel goed gaat komen. Maar goed, ik ga jullie dan in ieder geval morgen weer zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 1 juli. Ik ben klaargemaakt. Het is gewoon juli is. Wat gaat de tijd weer hard. Het heeft gisteravond heerlijk gestormd. Het begon even voor 8 eigenlijk al wat lichter te worden. Dus ik dacht, nou dat is top. Toen kon ik de gordijnen open doen. Toen heb ik het raam opengezet, de deur opengezet. Het heeft niet heel lang open kunnen staan. Het begon op een gegeven moment te onweren. Dat vonden de katten ook niet leuk. En ik had ook zoiets van, nou dan ga ik het toch maar weer even dicht doen. Maar het heeft wel even kunnen doorwaaien. En dat was op zich wel heel fijn. Dus ik ga nu verder met luchten in de hoop dat het nog wat verder afkoelt, want de temperatuur blijft nog wel hangen helaas. Ik heb gisteren Louise en Rowan in het Gooi gekeken. Ik vond het zelf alweer heel erg leuk en ze kwamen op een gegeven moment Thijs Zeeman nog tegen. Dus een van die gasten die hun op bezoek hadden, die wilde graag ermee op de foto. Vond hij ook prima. Ik had het idee dat hij ook met zijn kindje was. Hij had tenminste een kinderfietsje vast, dus maar was wel leuk. Daarna heb ik Hudson en Rex gekeken. Dat was ook alweer een hele interessante uitzending. Dus dat vond ik ook alweer heel top. Toen heb ik mijn foto's bewerkt. Ging alleen weer heel traag, want het programma werkte niet mee. Die heb ik opnieuw geïnstalleerd op een gegeven moment. En toen later heb ik zelf de laptop even geüpdate naar de nieuwste versie. Die heb ik laten lopen terwijl ik serie zat te kijken. Twee Zomers, ja, ik heb hem uitgekeken. Ik vond het einde echt heel bizar. Ik had het niet zien aankomen. Het was wel heel interessant. Alleen ik vond het jammer dat er niet echt duidelijkheid kwam. Voor mijn gevoel was het een beetje een open einde. Maar ik vond het op zich wel heel tof om te kijken. Betekent wel dat ik vanavond een nieuwe serie moet kijken. En ik heb gekeken naar Flikker. Dus dat was ook wel weer heel interessant. Dus ja... Dat was het ook wel. Mijn boek is weer bijna uit, dus ik kan vanavond ook weer een nieuw boek erbij pakken of morgen. Dus ja, alles gaat wel weer hard. Ik ga zometeen de bankhoezen doen. Ik ga de bank eventjes insprayen, even goed afzuigen. Dan ga ik de hoezen proberen omheen te doen. Ik ga hier de boel even verbouwen. Daar ga ik jullie bijzetten. Ik zal zo even nog wat meer informatie geven over die hoezen. Want dat heb ik vorige week niet gedaan. Maar dat is de planning en ik hoop dat er nog even tijd over is om te painten. Dus ik ga daar nu aan beginnen en ik ga jullie gewoon meenemen. Nou, ik heb de zebra ook een leuk plekje gekregen die ik van mijn moeder had gekregen uit Artis. Ik heb hem nu hier neergezet op de spiegel. Ik weet nog niet of hij hier blijft staan, maar voor nu vond ik hem wel heel leuk hier. Dus ja, voor nu mag hij even hier blijven staan. Het kan zijn dat hij met de tijd nog een ander plekje krijgt. Maar voor nu staat hij hier prima. Dus als ik wakker word, kijk ik recht in de oogjes van zebra. Nou, de bankhoesen. Ik had ze dus besteld bij bankhoesdiscounter. Normaal gesproken is het voor 11:45 besteld. De volgende dag in huis, dat hadden ze niet gered. Want het heeft bij mij een week geduurd. Ik heb daar ook echt wel eventjes wat contact over gehad. Maar uiteindelijk zijn ze dus binnengekomen. Ik heb dus twee maten hoezen omdat ik een hoekbank heb. En die bestaat uit twee delen. Je hebt ze ook voor gewone banken. Het is heel simpel. Je moet je bank opmeten. Er staat een heel uitgebreid meetsysteem bij. En dan als je je bank hebt opgemeten kun je aan de hand daarvan dus hoezen bestellen. Je kunt er dus ook kussenhoesjes bij kopen. Dat heb ik dus gedaan. Ik heb er eentje bij gekocht. Want ik kreeg er dus eentje gratis. Ja, deze zijn ook heel geschikt dus voor huisdieren. En ik had deze mens al heel erg lang. Dus ja, ik ben er heel erg blij mee dat ik ze nu heb. Je kunt ze dus wassen op 30 graden. Dus dat is echt ideaal. En ja,
Zoals je bank eigenlijk helemaal beschermt. Dus stel je hebt een bank die bijvoorbeeld aan vervanging toe is, maar je wil hem eigenlijk gewoon, je wilt nog geen nieuwe kopen. Kun je je bank bijvoorbeeld een hoes eromheen doen, is die ook weer zo goed als nieuw. Verschillende kleuren dus. Je kunt ook bijvoorbeeld je interieur wil je veranderen en je bank past niet meer bij je interieur en je bank is nog goed en je denkt, ja, ik wil geen nieuwe bank kopen. Je kunt een hoes kopen en je bank past ineens bij je interieur. Dus deze ga ik er nu omheen doen. Ik heb de bank al uit elkaar gehaald, zoals je kan zien. Ik ga nu even de bank goed stofzuigen. Ik heb hem nog even ingespleet en dan ga ik de hoesen eromheen doen. Dus laten we kijken of het lukt. Nou jongens, daar is hij dan, de bankhoes. Hij zit eromheen. Ik vind hem zelf heel mooi. Ik heb dus van die rubberen, van die stroken zitten erbij. Je kunt hem hier nog een beetje zien, want ik krijg hem dus niet verder dan dit. Dus deze zitten erbij. Echt verder dan dit lukt hij niet, dus daarom heb ik het kussentje ervoor staan. Die zit er dus bij, waardoor je hem strak kunt trekken. Ik vind het echt wel heel goed gelukt. Ik ben er echt heel blij mee. De kussentjes passen ook goed. Hier zit er dan ook eentje. Ja, ik vind het echt perfect. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden, maar ik ben er heel erg blij mee. Zo, na het harde werk even tijd voor deze lekkere ijscappuccino. Dus die ga ik even lekker drinken, terwijl ik even ga diamond painten. Want daar ben ik wel even aan toe, want ik heb heel erg gezweet. Het was echt heel erg warm, maar deze ga ik nu lekker drinken. Ik had nog even herinnering vibes, jongens. Ik had gisteren dit gedronken. Het is gewoon AA drink. Wat je normaal in die flesjes kan kopen, maar nu dus in een blikje. En het smaakte nog even lekker als vroeger. Maar als wij vroeger gingen wij wel eens mee met mijn opa, die er helaas niet meer is, naar de voetbal. En dan dronken wij heel vaak zo'n blikje, eigenlijk toen een flesje AA. Dus het is echt lekker. Het smaakt nog steeds hetzelfde. Het was echt super lekker. Dus dat was wel super leuk. Zo, zit lekker jongens, zo op de bank met stof. Het was uiteindelijk, viel het mee. Ik denk dat ik er 3 kwartier over heb gedaan. Ik had verwacht dat ik er langer over zou doen. Het was vooral even lastig het gedeelte wat je weer erin moest klikken. Want er zitten dus geen uitsparingen voor het klikken van de bank. Dus daarom heb ik hem later erin geklikt en heb ik de hoes er zo tussendoor gefrommeld. Maar omdat je dat een beetje ziet dat hij daar niet misschien helemaal mooi aansluit, heb ik er een kussen voor gezet. Ik vind het resultaat wel heel leuk. Ik ben er echt heel blij mee dat de bank er nu zo voor kan staan. Dat hij beschermd is voor de katten. Zodat we nu gewoon, ik kan het ook heel makkelijk stofzuigen. Er ligt nu al wat stof op. De katten hebben natuurlijk er al op gelegen. Ik heb ook even peper onder de bank gedaan. Je kon ze dus aan de onderkant, kon je ze dus vaststrikken. En dat maakt hem ook wel wat strakker. En juist door die buisjes die je ertussen steekt, wordt hij dus heel strak. Dus ik ben echt heel erg blij ermee. Ik vind het echt super goed gelukt.
Ik heb ook even heerlijk zitten painten. Ik merk echt dat het nu ideaal is, nu alles in bakjes zit. Want nu maak je gewoon een bakje open, je strooit er wat in en je kan nu meerdere kleuren. Dus ik heb nu echt weer een vooruitgang gemaakt. Ja, het was eigenlijk wel een super lekkere middag. Ik ben wel een beetje gaar, want ik zweette heel erg. Dus ik ben wel blij als ik straks lekker kan gaan douchen. Maar ik ben heel blij. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jullie ervan vinden. Hoe het er nu bij staat. Kijk, je kan hem hier en daar nog even een beetje strak trekken. Ik ga zo even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten maken. Die cappuccino is echt heerlijk, vooral als die ijskoud is. Dan ga ik vanavond, ik denk even valkuis doen. Ik ga sowieso bevallen met Bobby kijken. En vanavond heb ik Nieuw Amsterdam. Ik denk dat ik er bijna doorheen ben. En voor de mensen die Videoland hebben, vanaf vandaag staat soms seizoen 4 van Nieuw Amsterdam online op Videoland. Dus dat, ik ga de video in elkaar zetten. Ik moet een blogpost schrijven. Ik moet een nieuwe Netflix serie uitzoeken. Altijd lastig. En vanavond ga ik verder met glad ijs. Dus dat wordt het ook. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Mijn horloges leggen, je moet ze op de oplader. Straks lekker douchen en dan gewoon een heerlijk vrijdagavondje. Dus ik zou bij deze in ieder geval zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is vandaag 2 juli. Ik ben klaargemaakt. Maar ligt hier al lekker op de bank. Ligt wel lekker hè, zo'n hoesje. Ja, ze vinden het heerlijk. Ik kwam er wel achter dat de bank niet helemaal goed in elkaar geklikt zat. Dat heb ik gisteravond nog even gedaan. Toen was hij helemaal goed. Dat was top. Ik heb even mijn horlogebandje gewassen gisteren. Ik heb deze er altijd omheen zitten eigenlijk. En hij zit nu iets strak, zie ik. Dit is het originele bandje die bij het horloge zit. Maar omdat het siliconen is, gaat het wel wat ruiken. Vooral met het warme weer. Je ruikt gewoon op een gegeven moment een beetje dat bandje. Dus ik heb hem gewoon in een bakje met wat afwasmiddel gelegd. En daar heb ik hem even in laten week. Toen heb ik hem op een gegeven moment goed afgespoeld en afgedroogd. En hij ruikt weer iets frisser, dus dat is fijn. Dus je kunt ze heel makkelijk wassen. Wassen. Ja, het is eigenlijk wel een soort wassen, maar niet in de wasmachine natuurlijk. Ik heb gisteravond bevallen met Bobby gekeken. Was wel weer heel interessant. Ik vind het een heel mooi programma. Wat verder weinig over te zeggen. Het was nu een dame die kreeg een keizersnede. Maar ze hadden ervoor gekozen om het ook te blurren, zeg maar. Dat vond ik echt niet erg, want ondanks, ze gaan toch zeggen wat ze aan het doen zijn. En dan, daar krijg ik toch de kriebels van. Ik vind dat toch wel heel naar. Ja, en die ruggenprik, die lijkt me ook wel heel pijnlijk. En één vrouwtje, die ging op een normale manier bevallen. Dus was verder prima. Ik heb daarna Nieuw Amsterdam gekeken. Was ook wel weer een mooie uitzending. Alleen, ik heb het idee dat ze heel snel door het seizoen heen gaan. Waardoor je soms dingen mist. Maar dat zal wel aan mij liggen. Ik denk ook dat ik er bijna doorheen ben. Toen ben ik mijn video in elkaar gaan zetten. Ik heb een blogpost geschreven. De laptop werkt nog steeds niet mee. Ook al zit er nu nieuwe software op. Dus ik denk wel dat hij neigt naar een terugzetting in de fabrieksinstellingen. Maar goed, dan moet ik eerst eventjes heel veel voor leeghalen en zo. Dus daar ben ik nog niet aan toe. Ik heb een nieuwe Netflix-serie gestart. Het is weer een Spaanse serie. Ik ga geen poging doen om dit uit te spreken. Ik zal het wel even onder in beeld zetten hoe die heet, want het is heel moeilijk. Maar ik was door de eerste aflevering wel geïntrigeerd. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat verder gaat. Er zijn volgens mij 2 seizoenen wat ik zo zag. Had een matchscore van 97% met mij. En dan kijk ik altijd een beetje na van wat is aanbevolen voor mij. En er stond deze tussen. Dus ik dacht, nou, ga het wel proberen. En daarna heb ik glad ijs gekeken. Dat was ook wel weer heel grappig. Ik ga zo meteen even mijn voeten veilen met de nieuwe vel van Betty. Want ik heb nog steeds last van heel veel ilt en pijn. En is allemaal niet zo lekker. Ik ga het beestje even ophangen. Die ik had gekocht bij de Action. Die wil ik even bij de voordeur gaan hangen. Ik wil er ook weer even sprayen. Want er zitten daar weer enorm veel insecten. Moeten we weer even een spraybeurtje hebben. En daarna ga ik even de kwast wassen. En eventjes in mijn boek aan de gang voor mijn blog en YouTube kanaal. Dus dat is ook de planning. Ik ga eerst even lekker stofzuigen. Ik ga even de hoesen ook afzuigen. Even kijken hoe dat gaat. Want daar ben ik ook wel benieuwd naar. Want ze hebben er natuurlijk gisteren volop op gelegen. Dus je ziet echt wel wat haartjes al. Maar het zit echt gewoon heerlijk. Weet je, het is zo fijn om niet meer op kleden te zitten. Dat is echt wel heel fijn. Dus ik ga jullie gewoon meenemen. Dus ja, ik ga eventjes aan de gang.
En hij hangt alweer mooi. Ik heb hem al gedacht trouwens. Ik had het zo klaar, maar hij hangt. En die van mij heeft dus wel twee ogen. Maar ik vind hem wel leuk hangen hier zo. Dus dat is top. Zo, mijn voeten zijn gedaan met deze voetvel dus van Betty's, die ik bij de Action heb gehaald. Ik vind hem wel heel fijn, omdat je voet echt precies in dit middenstuk past. Dus dat is echt wel heel lekker. Ze voelen nu alweer zacht aan. Het zal wel weer voor tijdelijk zijn, want het is heel snel. Maar het zit er dus in deze zakjes, dus mocht je de interesse in hebben bij de Action, ik geloof €1,19 als ik het goed had. Maar dat weet ik niet helemaal zeker, maar ze voelen voor nu in ieder geval wel weer even zacht aan. Zo, katjes hebben hun eten net op. Ik heb eventjes mijn blog en YouTube-boek bijgewerkt. Want daar heb ik vorige week niks aan gedaan. Omdat ik natuurlijk toen op de verjaardag was. Die heb ik nu eventjes weer bijgewerkt. Oh, er vliegt hier iets. Daar word ik niet zo heel gelukkig van. Moet ik zo even kijken of ik het kan vangen. Mijn kwasten zijn weer schoon. Die moeten nog even naar de slaapkamer. Want die staan nu nog in de keuken. Maar daar drogen ze gewoon net iets beter. Het is hier in huis nu 24 graden op de slaapkamer ook. Dus het koelt wel iets af, maar het gaat wel heel traag. Verder wel fijn dat mijn voeten nu glad zijn. Ik wil vanavond ook eventjes de nagel scrub gebruiken. Ook voor mijn teennagels. Op mijn handnagels had ik hem al gedaan. Dus ook even voor mijn tenen wil ik dat even doen. Verder dat komt allemaal wel weer goed. Ook wel blij dat het een beestje hangt. Dus op zich was het op zich wel een lekkere middag. Maar het voelde niet zo productief als normaal. Op zich is dat ook niet erg hoor, een dagje. Maar ik ben toch altijd wel graag bezig. Al heb ik wel wat klusjes kunnen doen. Maar ik heb nu gewoon een beetje last van mijn rug ook weer. Ik ga zo even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten. Vanavond ga ik jachtseizoen kijken. Vanavond doen... Jan Versteeg en Sander Lanting gaan mee. Lijkt me ook wel leuk. Ik wil even OB's terugkijken, want dat heb ik ook nog niet gekeken. En ik ga de vlog voor het grootste gedeelte in elkaar zetten. Misschien probeer ik alvast de laptop wat dingen te legen, zodat ik in ieder geval hem wel terug kan gaan zetten naar de fabrieksinstellingen. Maar dat zal even tijd kosten. Kijken of maak ik een beginnetje, is het prima. Ik ga sowieso lekker verder met de Netflix-serie. En vanavond kijk ik naar Roosgeur en Botkelijm. Dus dat wordt het ook wel. Ik ga even dat beestje vangen. Dan ga ik je eventjes lekker relaxen. En dan ga ik jullie ook gewoon morgen zien. Want ik ga verder niks meer doen. Dat wilde ik nog wel even laten zien. Ik kwam zo'n lieve foto tegen van Mickey. Die was echt nog heel klein. Daar was ze echt nog kitten. Kijk, hoe cute in de fruitschaal zat ze toen. Echt heel erg lief. Heel schattig. Toen was ze, die is 8 jaar geleden. Dus toen was ze echt nog heel klein. Maar goed, ik ga nu relaxen. Ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is vandaag 3 juli. En het is lekker aan het regenen buiten. Dat vind ik wel even heel lekker. Ik heb het raam openstaan en ook de deur. In de hoop dat het nog een beetje afkoelt. Maar het is wel even lekker zo'n regenbui. Het gaat ook flink hard. Dus ook goed voor de plantjes en de tuinen en zo. Dus ja, heel fijn. Ik heb gisteravond het jachtseizoen gekeken. Ik heb helemaal in een deuk gelegen. Het was echt heel grappig. Helaas hebben ze het niet gehaald. Dat vond ik wel echt heel jammer dat ze het niet redden. Maar het was wel echt heel leuk. Dus het was wel even vermakelijk. Ik heb ook OB's gekeken. Vond ik ook wel leuk, want bij deze dame die meedeed, zag je ook echt goed dat ze flink afgevallen was. Dat vind ik altijd wel leuk als je ook echt goed resultaat ziet. Dus was eigenlijk allemaal wel prima. Ik heb mijn vlog voor het grootste gedeelte al klaar.
Ik heb een serie gekeken, wat ook wel weer heel spannend was. En daarna heb ik Roze Gerumpeld Kalijm gekeken. Dat was ook wel weer leuk. Ik ga zometeen even stofzuigen en de groenten afhalen. En daarna ga ik eventjes de fotospullen pakken. Ik wil eigenlijk proberen boven nog iets op te ruimen als het lukt. Dat wil ik eventjes doen. En verder is het eigenlijk niet een hele bijzondere drukke planning of zo. Maar gewoon ook wel even lekker relaxen en dat is ook wel fijn. Ik ga straks wel even fotospullen laten zien. Maar verder heb ik ook weinig nieuws te vermelden, want er is weinig gebeurd. Dus ik ga eventjes aan de gang en dan zal ik straks even de fotospullen laten zien. Kijk, ik heb net groente afgehaald. Ik heb nu de broccoli dus in een van de hersluitbare zakken gedaan. En dat gaat gewoon, je kunt hem gewoon zo dicht drukken. Dus het kan nou mooi de koelkast in, dan kan ik het morgen eten. Dus dat is wel echt ideaal. Ik had misschien groter moeten pakken, maar voor nu kan het in deze kleine ook prima. Zo, ik heb fotospullen gepakt. Ik heb hier een Moisturize Skin Prime en Mixed Dry Oil Serum. Die ik ga proberen voor mijn gezicht van Kruidvat. Ik heb hier een Clamondal Easy Wash Off Power Hold Eyeliner. Daar ben ik wel heel benieuwd naar. En ik heb hier een aantal lipsticks. Het zijn de Cool Collagen Plumping Lipsticks van Essence. Ik heb hier de kleur 202. My Mind. De kleur 201. Ik kan het bijna niet lezen. Ik moet gewoon even de zaklamp erbij hebben, want het is echt heel moeilijk te lezen. Even kijken hoor. Dit is My Dream. Dan hebben we hier 203 My Advice. Dan hebben we hier 205 My Love. En we hebben nog de kleur 204 My Way. Dus hier ga ik mooi even nu foto's van maken. Ik heb nog even een klein stukje gediamond paint. En ik heb nog even wat het een en ander opgeruimd hier in de keuken. De bakken een beetje heringericht. Dus toch nog wel weer druk geweest. Maar nu eerst even foto's maken. Nou, ik heb net alles opgeruimd. De katten hebben net hun eten op. Ik heb de foto's gemaakt. Op zich ging het prima, maar het is altijd een beetje lastig omdat tijgertje er altijd heel erg bij wil spelen. En aan de ene kant is het schattig en aan de andere kant super lastig. Maar ik heb het allemaal wel weer voor elkaar. Ik heb even de oplader van, of de oplader, ja hoor. Ik heb eventjes de batterij in de oplader zitten van mijn spiegelreflexcamera, want daar heb ik één batterij van. En anders heb ik volgende week een probleem met foto's maken. Ik zou er met de tijd nog wel een keertje eentje bij willen, maar volgens mij hoeven hier niet per se, kunnen hier ook goedkopere batterijen in, wat ik begreep. Maar ja, op zich heb ik altijd wel zoiets, als het een merk is, dan heb ik wel liever het merk. Maar dan moet ik me ook nog een keertje in gaan verdiepen. Oh, er is iemand aan het hameren. Ik hoor echt zo tok, 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 tok. Gaat straks wel weer over. Nou, de regen is inmiddels ook wel weer over. Het is even een flinke bui geweest. Maar er zijn wel meer de buitjes voor het stop, weet je. Dat het echt goed doorregent, dat valt wel mee. Er zit nog wel een donkere lucht, zag ik bij het balkon. Dus op zich zou er nog wel wat kunnen komen, maar dat gaan we zien. Ik ga zo even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten. Vanavond ga ik Zeeman Confronteert Stalkers kijken. Ik denk eerst nog eventjes lekker Fortnite even spelen. Daar heb ik al zin in. Na Zeeman Confronteert Stalkers ga ik even verder met een Mailandje. Want ik ben dus vanaf seizoen 1 aan het kijken. Dat zenden ze uit. Dan kan ik dat mooi kijken. Want verder is er niks wat mij interesseert. Ja, alles is herhaling wat er nu op is. Nou, als ik het al een keer heb gezien, dan hoef ik het niet nog een keer te zien. Dus dat ga ik eventjes doen. Ik ga mijn nagels doen. Ga ik nog meer doen. Foto's bewerken. Ga even verder met de laptop misschien. In ieder geval weer lekker verder met mijn serie. Heel veel zin in. En vanavond heb ik weer flikken. Ik wou zeggen flikken Maastricht, maar het is gewoon flikken. Flikken Gent, moet ik zeggen. Dus ja, dat wordt verder ook de planning. Dus niet veel bijzonders. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze in ieder geval zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 4 juli. Ik ben klaargemaakt en vandaag is mijn allerliefste oma jarig. Ze is 90 geworden, mensen. 90. Ik bedoel, even serieus.
Dat is echt behoorlijk wat. En dat had ik vorig jaar niet durven denken. De hoop was er, maar ze heeft natuurlijk corona gehad. En het is een tijdje helemaal niet zo goed gegaan. Dus ik vind het een hele prestatie dat ze het toch heeft gered. Super blij mee. Ze hebben het gisteren al gevierd. Ik heb daar tot mijn grote spijt niet bij kunnen zijn. Ik woon best wel ver weg. Ik woon zeker een half uur tot drie kwartier daar vandaan. Ik heb zelf geen auto. Ik kan zelf niet reizen. Je kan er ook niet komen met openbaar vervoer. Nou ja, nou kan ik dat zelf ook niet. Maar als ik wel zelf had kunnen reizen, was dat ook geen optie geweest. Dus ja, het deed heel veel pijn dat ik daar niet bij kon zijn. Maar het is wat het is. Ze heeft een hele mooie dag gehad, heb ik gehoord. Ik heb een kaart geschreven voor haar. Die heb ik aan mijn moeder meegegeven. Met Natalia haar verjaardag. En die zou ze vandaag op haar gemakje gaan kijken. Want het was een hele drukke verjaardag. En dan gaat alles langs je heen. En dan weet je toch alles niet precies. Dus die zal ze vandaag hopelijk gaan lezen. De maand juli is sowieso gewoon een hele drukke maand qua verjaardagen. Oma is jarig, opa is jarig, lente is jarig. Voor lente moet ik alle cadeaus nog regelen. Dat zou ik eigenlijk morgen gaan doen, een deeltje. Gaat ook niet door, want mijn coach die appte gisteren of ze vandaag al kon komen. Want zij kon niet bij haar andere cliënten komen, omdat ze daarvoor de snelweg op moet. Boeren zijn aan het staken, dus ze komt de snelweg niet op. Dus dat ging hem niet worden, helaas. Dus nou moet ik volgende week cadeaus... Ik moet dus cadeaus regelen voor lente. Ik moet naar de IKEA, zou ik nog gaan. Dus ik hoop eigenlijk volgende maand ook weer even bij oma langs te kunnen gaan. Maar goed, dat betekent dus zometeen boodschappen doen. Ik ga wel even de kattenbakken verschonen. Dat ga ik wel alvast even voor jullie filmen. Dat pak ik er dan morgen in, want dan kan ik jullie laten zien hoe ik de kattenbak verfrisser gebruik van de Action. Dat wil ik jullie even laten zien. Maar die beelden zien jullie dan morgen. Ik heb gisteravond Zeeman Confronteert Stalkers gekeken. Ik vond het een hele aparte aflevering. Af en toe snapte ik het niet helemaal goed. Maar op zich wel weer interessant. Daarna heb ik de Meilandjes even gekeken. Dat was ook alweer heel erg leuk. Ik ben mijn foto's gaan bewerken. Die zijn nog niet helemaal af volgens mij. Nee, die moet nog even verder mee. Ik heb een Netflix serie gekeken. Ik heb Flikken gekeken. Ik heb mijn nagels gedaan, deze. Ik heb het idee dat hij een lichte geur heeft. Maar het staat er niet bij. Dit is dus een van die nieuwe lakjes van Catrice. Die uit de Tropic Exotic lijn komt. Dit is de C02 Bird of Paradise. Dus deze is mooi oranje. Ik ga nu even de kattenbak doen en stofzuigen. Want mijn coach is er straks ook weer zo. Dus ik ga jullie daar even in meenemen. Maar dat zien jullie dan dus morgen. En dan neem ik jullie straks naar de winkel nog even mee. Dus dat is voor nu eventjes de planning. Ik ben weer thuis. Ja, ik moet er even van bij komen. Het was druk. Ja, vakantieperiode denk je al heel snel niet meer aan. Daarnaast was er ook gewoon heel veel op. Want ja, de distributiecentrums die zijn afgesloten. Waardoor de supermarkten dingen niet konden aanleveren. Waardoor je gewoon echt bij sommige supermarkten pech had. Ik ben bij de Welkoop geweest. Ik heb daar kattengrit gehaald. Daar was ik heel blij mee. Want die was in de aanbieding. Dus dat was heel fijn. Daar ging die 15% korting vanaf. Maar goed, ik heb dus normaal haal ik heel veel bij de Boni ook. En daar was ik ons echt een beetje op. Katten zijn inmiddels aan het eten. Ik heb Hollandse bonen in de aanbieding. Yes, ze zijn er. Waar in de aanbieding dus? Voor maandag vlees, speklapjes. Zakje pindaatjes, die van mij die ook alweer op. Zakje gehakt. Ik heb gemengd gehakt. Donderdag wil ik macaroni gaan maken.
Dus die is daarvoor. Slavinkjes. Ik moet even naar de datums kijken. Oh, 10e. Zakjes persiebonen. Die gaat de vriezer in. Mijn melk voor mijn cappuccino. Nou, ik heb maar een zakje met oma's smulfrieten en een zakje gewoon friet. Want de friet die was overal echt bijna op. Ik heb een fles frietsaus. De bakboter. Champignons. Macaroni en spaghetti basismix. En dan zal ik even de andere tas pakken. Ik heb een doos perrips. Voor zondag lekker. Spekjes. Glasreiniger. Die voor mij is bijna op. Toch had ik even kattenvoer meegenomen. Want ja, ik weet niet hoe lang dit aanhoudt. Dan heb ik liever eentje op voorraad staan. Want ja, mijn katten moeten natuurlijk wel eten hebben. Frikandellen. Twee flesjes cassis. Die was een eurotje. Die vind ik altijd wel lekker. Aardappelschijfjes. En een pakje chocomel. En dat was alles. Ik ben heel benieuwd hoe het allemaal verloopt. Ik heb er eigenlijk nog niet zo heel veel van gezien verder. Ik ga het vanavond wel even in het nieuws bekijken van wat er nou allemaal precies gebeurd is vandaag. En of de staking nog doorgaat. Ik hoorde dat dit meerdere dagen zou zijn. Volgende week gaan we dan eventjes naar het centrum toe. Maar voor nu heb ik het in ieder geval weer binnen. Nu ga ik zo eventjes lekker opruimen. Dan ga ik even lekker relaxen. Het zat. Ik heb het warm. Het was veel warmer dan ik had gedacht. Dus ja, dat eigenlijk. Ik vond wel grappig. Ik was bij de welkom. Ik stond even mijn telefoon in mijn zak te steken. En toen zei iemand als een medewerker, moet ik helpen of lukt het? Ik zeg, nou, het lukt wel. Het zijn natuurlijk altijd best wel zware zakken van de kattengrit. Ja, ik ga vanavond, ik ga straks eerst even lekker douchen. Ik heb het heet. Dan ga ik lekker eten. Dan ga ik strakjes, vanavond ga ik kopen zonder kijken. Dat is de laatste uitzending. Misschien nog even tenminste houdbaar tot daarna. Ik ga mijn blogpost schrijven. Ik wil eventjes begin maken met die laptop te legen, want hij moet leeg, want het lukt niet meer. Dan ga ik mijn serie lekker kijken en vanavond heb ik weer flikken. Ik heb ook echt een bril die vies is waar je u tegen zegt. Dus dat wordt verder ook de planning. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder niks meer doen. Dus ja, ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag. Het is alweer dinsdag, het is 5 juli. Ik ben klaargemaakt. Ik ga zo meteen de gang doen en de kattenbakken wou ik zeggen, maar die heb ik natuurlijk al gedaan. De gang en de douche. Ik ga even een was aanzetten. Dus dat is eigenlijk de planning. Dus niet heel spannend. Ik heb natuurlijk gisteren de kattenbak al even voor jullie gedaan. Waarin ik heb laten zien hoe ik die verfrisser gebruik. Dus dat ga ik jullie straks eventjes laten zien. Ik heb gisteren Kopen zonder kijken gekeken. Was hartstikke leuk. Leuk koppel. Was het laatste van het seizoen. Die gingen kopen. Nou ja, op zich de wensenlijst was ook niet heel erg bijzonder of zo. Ze wilde graag een eengezinswoning met maximaal 3 slaapkamers. Hij had als wens een haard. En zij wilde heel graag een bad. Nou, hartstikke leuk huis aangekocht. Maar ik vond uiteindelijk het resultaat, ik vond het heel erg roze. Nou ben ik zelf absoluut niet vies van een beetje roze. Maar als je met een man samenwoont, vraag ik me af van hoe lang gaat een man dat leuk vinden. Ze hadden een roze bank, roze muren. Een roze houder voor je wc-bril. Die vond ik heel... Voor je wc-bril. Ja hoor, voor je wc-rol, zeg maar. Die vond ik heel tof. Nou ja, hij had zijn haard. Hartstikke leuk, want er zat ook al een aansluiting voor. Alleen de badkamer was niet super groot. Dus die hebben ze wel aangepakt. Ik vond hem eigenlijk hartstikke mooi daarvoor. Ik vond het eindresultaat was niet mijn smaak. Maar wat hebben ze toen gedaan? En dat heb ik vaker gezien in dit programma. Toen hebben ze de badkuip in een andere kamer neergezet. Er zaten 3 slaapkamers in. Ze hebben de kamer die naast hun slaapkamer lag. Die hebben ze, zeg maar, een doorgang gemaakt. Daar stonden kledingkasten en er stond dus dat bad. Alleen, stel ze hebben in de toekomst een keer een kinderwens. Ben je sowieso die slaapkamer natuurlijk, wil je dan misschien gaan gebruiken voor het kindje. Dus ben je sowieso je badkuip kwijt en je kasten moeten ergens anders heen. Ik had er dan persoonlijk liever voor gekozen om die badkamer iets uit te bouwen.
Dus door een stukje van die slaapkamer in te nemen, want het was best wel een ruime slaapkamer, zodat de badkuip in de badkamer kon. Want ik ben er niet zo gecharmeerd van om een badkuip los in een slaapkamer te zetten. Maar goed, hun waren er hartstikke blij mee. Ze kregen uiteindelijk ook nog een roze bed. Dus ja, je moet er als man wel van houden. Hij vond het nu hartstikke leuk. En kijk, hè, muren kun je ook beschilderen. Een bank, daar kun je hoezen voor kopen. Maar ja, als je zoveel roze hebt, ik vraag me af hoeveel mannen dat leuk vinden. Maar goed, ieder zijn eigen smaak. En hun vond het hartstikke leuk. Dus was top. Ik heb daarna voor het... Ik kom lekker uit mijn woorden vandaag. Dat gaat goed. Tenminste, hou ik bij tot gekeken. Was ook wel weer leuk. Ik heb mijn foto's bewerkt. Het gaat niet goed. Ik moet even resetten. Dus dat was ook klaar. De foto's die ik heb bewerkt, dat waren de laatste foto's die nog niet helemaal af waren. Toen heb ik mijn blogpost geschreven. Toen ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken. Super spannend. En daarna had ik Flikken. En dat is ook wel spannend. Maar ik vind dit seizoen ietsjes minder. Omdat ik gewoon weet wat er gebeuren staat. En volgens mij was dit best wel langdradig. Dus top. Ik ga zo even een was in de machine doen. Ga ik de wasparels bij doen. Zo lekker. Want ik ga de handdoeken wassen. En bij de handdoeken doe ik eigenlijk nooit wasverzachter. Omdat ze dan niet goed afdrogen. Doen jullie dat? Doen jullie wasverzachter bij jullie handdoeken? Ik doe het dus persoonlijk nooit. Maar doe ik dan wel wasparels bij. Want dan heb je even goed die lekkere geur. En dan ga ik hier eventjes aan de gang. En als er dan tijd over is, misschien dat ik nog eventjes ga... Diamond paint of zo. Ik ga het wel even zien. Dus ik ga nu eerst eventjes lekker aan de gang. En dan laat ik jullie even zien hoe ik die kattenbak dus doe. Met die geurverwijderaar. Dus ja, ik ga nu eventjes aan de gang. Nou, de kattenbak is nu afgewassen. Je hebt dus hier de poeder van de Action. En wat ik doe, er een heel klein laagje in. Ik zal je het zo even van dichtbij laten zien. Ik strooi er gewoon wat in en laat het eigenlijk als het ware in de gleufjes gaan. Zo, dan ga ik hem eventjes een beetje schudden. Kijk, en dan zie je in de gleufjes zie je dus nu die poeder zitten. Hier gaat dus zometeen de kattengrit overheen. Maar zo doe ik het dus. Dus ik doe niet een hele laag, zo doe je er iets langer mee. En zo werkt het ook heel goed. Dus zo gebruik ik deze poeder van de Action. Zo, alles is weer lekker klaar. De gang is schoon. Ik heb eventjes een wasje bovenop geborgen. Heb ik nou een vlek? Ja, ik heb een vlek. Nou, moet ik zo even poetsen. Dus ik heb de was even in de kast gelegd, een deeltje. Toen ben ik dus lekker de gang gaan doen. Nou, alles is weer lekker schoon. De katten hebben gelijk, heb ik de bakken aangevuld met voer. Die hebben gelijk ook weer eten en drinken vers. Nou, ze krijgen elke dag vers drinken en ook elke dag vers eten. Maar dan ook weer even schone bakjes en zo. Dus dat heb ik gedaan. De douche is lekker klaar. Dus ik was nog vrij op tijd klaar. Alleen mijn haar zakt een beetje uit. Ik heb niet echt een heel fijn stiek. Ik vind het wel lekker om mijn haar een beetje uit de weg te hebben. En het is warm, want het is hier binnen nog steeds 24 graden. Buiten is het iets minder warm. Even kijken, want daarom had ik de boel ook los. Omdat het minder warm zou zijn. Ah ja, ook 23. Dus nou ja, goed. Als het goed is komt er nog een buitje regen. Dus we gaan het even afwachten. Maar het is in ieder geval fijn dat alles weer schoon is. De was die zal voorlopig gewoon niet klaar zijn. Dus die kan ik later pas verwerken. Dus dat moet ik nog eventjes op wachten. Ik ga zo even lekker relaxen. Ga ik straks douchen en eten. Ik
Ik had het wel warm met een t-shirt. Dus ik denk misschien dat een hemdje beter was geweest. Maar ja, dan vind ik de temperatuur. Dan denk ik, oh, er staat nog een best windje. Maar als je eenmaal bezig bent, is het best warm. Vanavond ga ik voor hetzelfde geld kijken. Ook de laatste aflevering. Ook wel benieuwd naar weer of dat wat wordt. Sowieso nog even lekker gamen. Dat is altijd wel fijn. Ik ga verder de vlog afmaken. Foto's bewerken. Ik ga verder met mijn Netflix-serie en met flikken. Dus dat is het eigenlijk ook wel. Dus niks speciaals of zo. Maar in ieder geval, ja. Het was in ieder geval eventjes weer een weekje waarin de boel weer even in is omgegooid. Maar nu is alles weer op de rit. En vanaf volgende week is het allemaal als goed is weer gewoon. Tenzij de boeren weer gaan staken. Ik las wel dat de supermarkten echt heel veel geld zijn misgelopen doordat de distributiecentrums zijn afgezet. Maar ja, dat is allemaal eventjes afwachten natuurlijk. Wat ik ook wel bizar vond is dat nu in 2 dagen tijd toch nog weer een aantal aanhoudingen zijn verricht vanwege de moord van Peter R. de Vries. Heel fijn dat ze toch nog mensen hebben kunnen aanhouden. Maar aangezien het morgen alweer 1 jaar geleden is dat hij neergeschoten is, gaat die tijd er best lang overheen. En die andere mensen die zijn natuurlijk inmiddels ook al veroordeeld. Ik denk wel dat ze nog in hoger beroep gaan. Of is het hoger beroep al geweest? Ik weet het niet. In ieder geval, die hebben levenslang gehad. Dus ik ben benieuwd wat daar ook wel weer uit gaat komen. Ik ga bij deze in ieder geval de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Als je die aanklikt, ben je ook gratis geabonneerd. Daarnaast staat een belletje. Klik je daarop, krijg je de melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload. Vond je deze video leuk? Doe zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video of vlog weer te mogen zien. Doeg!